jij bent weer terug bij Meeuw Bord op Schoot. En wij hebben een band op het podium staan. Je wil het niet weten. Geen Amazuur! Hebben jullie nou oordopjes in of niet? Nee, helemaal niet. Ik niet in ieder geval. En je verstaat me gewoon goed? Ja. Nog wel. Nog wel. Hebben jullie nou zelf nooit dat je denkt van, als je s'avonds thuis gewoon... Ik heb er geen last van. Hij heeft er geen last van. Goed. Af en toe wel, Patricia? Ja, meestal wel. En vooral als we geen muziek staan te maken, dan moeten ze ook wel in. Want iedereen loopt hier allemaal altijd zo te kwijken. Dus vooral John, die kan er wat van. Ja, dan merk je, dan, de stem die is weer kwijt dit jaar. Weer zoek. Weer gelukt, je hebt weer voor elkaar gekregen. Geen Amazuur, hoe lang bestaan we? 4, 3, 2, 1. 4 carnavallen. 4 carnavallen. Ja, 4 carnavallen. Nou, dat is duidelijk. 4 jaar dus gewoon. 4 carnavallen. En dat is leuk, hè? Mee geen Amazuur weg. Ik vind van wel. Wat spelen jullie allemaal? Wij spelen Breda in de Koe in Prinshagen. Dat heb ik gezien, ja. Ik had vorige week een fluittoon in mijn oren. Van ons? Van jullie, ja. Nee. Echt wel. Maar in de Koe in Prinshagen en Kielegat? Wij zijn gisteren ook in Etten-Leur geweest bij Mami. Mami-spektakel? Maar was er dit keer te doen? Want ik heb het even niet gevolgd. Dat is altijd een recordpoging, hè? Ja, pingwingdans was dit jaar. De pingwingdans. En dat deden jullie muziek maken voor de pingwins? Bijna. Het is weer een puinhoop. Het is alweer een chaos. Het is zo'n leuk programma, maar zo chaotisch. Ik lig heel de nacht te woelen na dit programma. Jullie, de regie ook hoor ik net. We gaan een spelletje doen. So You Think You Can Horse. En als het goed is, gaat het team van Ron als eerste aan de gang. Team A, het team van...
van Ron de Leeuw en Friends. Maar ik ga jullie eerst eventjes de jury voorstellen. Want die zit er dan natuurlijk ook niet voor niks. En die gaan namelijk het Hossen beoordelen. En dat Hossen gebeurt eigenlijk met de muziek van Gin Amazur. Daar wordt waarschijnlijk Hossen mijn vingers in de oren. Hallo Jan. Hi. Hi. Jij stond te mimen. Ja, ik ben eventjes in de war, maar ik dacht dat we eerst met team A zouden beginnen. Oh, dan beginnen we toch met team A, dan maakt mij het uit. Parakita, hoe is het? Hallo. Ik ben Russisch vrouw. Russisch vrouw. Ik heb spanningen in ja, de Krim. Ik heb krimspanning. Zet krimspanning. En hier hebben we een cowboy zitten. Hi, I'm Dan Kennedy. Hey, how are you? Hey, how's you? Very good now. Hey, come on, send him on. Je zult er zo weinig toch thuis hebben, zeg. We gaan beginnen met, inderdaad, het was een foutje van mij, ik zei team B, maar we beginnen met team A. Die gaan laten zien hoe goed dat ze kunnen hossen. En dat doen ze met muziek van Gin Amazur. Ga je gang. En toen was het stil. Wake me up when it's all over. Maak me wakker als het allemaal achter de rug is. Dan zullen er wel meer denken, denk ik, na de carnaval. Ik begin bij mijn grote vriendin uit Rusland, Parakita. Ik vond het heel mooi. Ik ook. Ik voel ook Krim passionel. Ik heb één man... Nee, dat is mijn hand op uw rug. Ik heb één man gezien. Hij ging heel diep door de knieën. Ik denk dat hij Kozak is. Kozak. Hij is van het Kozakse dansvereniging. Ik herken hem aan zijn helm. Oké. Het gaat er helemaal nergens over. Dan, ik ken het niet. Wauw, dit is echt... Wauw, ik zeg wauw. Dit is een hele nieuwe dansstijl. Dit is chaos. Zag ik echt hier voor mijn backtrack. Vooral die mevrouw, die heeft extra 3A gekregen, zag ik tijdens die hos. Want er hingen 4 kinderen aan haar belly. Wel, sterkte nog, sterkte. Good job, yeah. Ja,
En mondvol. En als laatste Jan Kooijman. Jan. Ja, jongens, fantastisch. Echt werkelijk. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? 5, 6 jaar en dan nu al maanden gestudeerd voor al die ingewikkelde pasjes. Nou, jullie hebben er echt een fan bij, hoor. Echt top gedaan. 2. Dankjewel. Ja, zeker. Nou, dat is team A. En straks horen we wel van de scheids wat het uiteindelijk aan punten heeft opgeleverd. We gaan nog een nummer doen met Gin Amazur. Gin Amazur, geef ze een applaus. Het nummer van Ferry van Zaande uit Tilburg, erin, eruit. Ik hoor hem regelmatig voorbij komen deze carnaval. Dames en heren, we gaan aan de gang met het volgende onderdeel van Meo Bord op Schoot. En dat is het eetrubriekje, het kokkerel gebeuren. Aan deze kant het team van Ron. En die gaan heel wat lekkers maken volgens mij. Ja, we gaan een toren maken van suikerwafels. Suikerwafels, Bas. Zouden ze dat kunnen? Ja, vers uit de oven heb ik gehoord. Vers uit de oven? En dat wordt weer allemaal bereikt met speciale accessoires. Oké. Volgens mij is hier helemaal geen oven. Ellen, wat gaan jullie? Gaan jullie ook iets gezelligs maken? Ja, ik ga het even vragen. Wat gaan we maken? We gaan overheerlijke hapjes maken met kaas en knakworstjes. Oké. Kaas met knakworstjes. Wij gaan ondertussen, dat ze dat doen, kunnen wij best wel een leuke artiest erbij halen. Ad Kielegat, die is hier. Ad, komt er eens bij. Hoe is die? Ja, goed hè. Ja, goed hè.
Ja, hij staat aan hoor. Oh, staat ja. Ik hoor jou duidelijk. Okay, morgen nou maar gezond nou moeten zeggen. Morgen maar gezond moeten zeggen. Morgen maar gezond, ik ben allemaal goed. En ga je druk met carnaval natuurlijk? Redelijk druk gaat. Ja. Redelijk druk gaat. Zeggen, ja. Dus en dan zakte lekker af bij Baronie TV. Wat gaan we zingen voor ons? Nou, ik heb een tekst gemaakt op Get Lucky. Ik heb de muziek en de tekst dus uiteraard zelf aan me weer opgenomen. Punk, de zomerhit. Daft Punk, de zomer, een geweldig. Van de zomerhits. Geweldig nummer. Oké. Okay. En mensen moeten het even een paar keer horen, denk ik. Maar het is eigenlijk geen carnaval. Het is eigenlijk voor lange termijn. Voor feest, voor parties. Nou, mooi toch? Ik doe mijn best. Geef hem een applaus. Ad Kindergat. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Doe je gezellig mee. Op Get Lucky en allemaal dadelijk lekker zwaaien van links naar rechts. Ga ik hier even gaan staan? Hartstikke fijn. Kom hier lekker voor staan. Ja, elke vrijdagavond ga ik door de wasstraat. Mag de muziek behalen, alsjeblieft? Was ik mooi met mijn handjes en poes ik goed met tandjes. En dan gaan we zwaaien, hè. Even goed luisteren. Hey, ga er mee naar het café, een feestje bouwen. Hey, ga er mee, lekker dansen met mooie vrouwen. Een lekker biertje hier, een lekker biertje daar, of misschien wel een zonnelaar. Zellig, hè? Een lekker biertje hier, een lekker biertje daar, of misschien wel. Ja, we gaan lekker chansen en ook nog lekker dansen met hele mooie vrouwen, zo mooi om van te houden. Ja, we gaan lekker chansen en ook nog lekker dansen met hele mooie vrouwen, zo mooi om van te houden. Ja, elke zaterdagavond op zoek naar een mooi meisje. Zijn ze er, mooie meisjes? En als ik er dan één zie, trakteer ik op een ijstie. Ja, elke zaterdagavond op zoek naar een mooi meisje. En dan gaat hij weer. Hey, ga er mee naar het café, een feestje bouwen. Hey, ga er mee. Lekker dans met mooie vrouwen. En dan gaat u weer zwaaien. Een lekker biertje hier, een lekker biertje daar. Of misschien wel een schommelaar. Een lekker biertje hier, een lekker biertje daar. Of misschien wel een schommelaar. En dan zwaaien. Ja, dan wel lekker chansen. En ook nog lekker dansen. Met hele mooie vrouwen. Zo mooi om van te houden. Ja, we gaan lekker chassen en ook nog lekker dansen met hele mooie vrouwen, zo mooi om van te houden. Ja, we gaan lekker chassen en ook nog lekker dansen met hele mooie vrouwen, zo mooi om van te houden. Ja, we gaan lekker chassen en ook nog lekker dansen met hele mooie vrouwen, zo mooi om van te houden. Ja, elke zaterdagavond op zoek naar een mooi meisje. Ja, elke zondagmiddag, dan gaan we lekker chillen. Ja, elke zondagavond, dan ben ik met een meisje. En dan gaat hij weer, hè, zwaaien van links naar rechts. Hey, ga je mee naar het café? Een feestje bouwen. Hey, ga er mee. Lekker dansen met mooie vrouwen. Een lekker biertje hier, een lekker biertje daar. Of misschien wel een schobbelaar. Een lekker biertje hier, een lekker biertje daar. Of misschien wel een schobbelaar. Hartstikke goed van jullie. Hartstikke goed publiek op de achtergrond. Dames en heren. Het Lucky Lied. Ik wou dat ik wat knapper was. Dan hingen de vrouwen om mijn nek. Maar helaas, het is niet zo. Ik kan het ook niet anders maken. Dank u wel. Het scheelt niet veel, hoor. Ja.
Dankjewel. Daar zijn ze wel, hè? Ad Kielegat. Ad, jij gaat eigenlijk nog een liedje doen. Samen met Thijs. Samen met Thijs? Welke feestje Thijs? Feestje bouwen, hè? Thijs van der Molen. Thijs van der Molen? Ja, ja, jongen. Is die hier? Ja, ik zou zeggen, zet hem eigenlijk wel een schrap. Nou, weet je wat je dan doet? Als jij dan naar het andere podium zo vast gaat, ja? Dan ga ik de vakjury erbij halen voor het eten. Lop okay. Lekker op een gemakje die kant uit. Ja, lop maar die kant op. Dat maakt het uit. Oké. Okay. Kan hier allemaal, hoor. De vakjury. Nee, daar ben ik niet. Nee, wacht even. De vakjury. Hier is die. De scheids, nu verkleed als kok. Ja, daar zijn we weer met Masterchef de Baronie. We gaan eens even kijken wat er vandaag gekookt is. Want we zijn heel benieuwd waar de creativiteit in de keuken ligt bij deze mensen. Nou, dan zou ik Ellen willen vragen om er eens even bij te komen. En dan mag jij met Ellen de proeverij gaan regelen. Nou. Ja, ik begin er niet meer aan. We gaan eerst even kijken naar de presentatie. Presentatie hartstikke mooi. Ik heb echt hard gewerkt daar ook. Je kunt zien dat jullie moeders zijn. Hey. Er was natuurlijk elke tractatie een groter feest en opbieden tegen elkaar. En de beste moeder had de mooiste tractatie. Ik zie altijd. Mondjes, ik zie tandjes. We gaan eerst eens even hier wat proeven. Ik denk dat het heel lekker is. Ik denk het ook. Ik sta met een bek vol tanden, zou ik maar zeggen. Hey. Nou. Maar wat is het? Het is heel bijzonder. Dat moet ik sowieso zeggen. Heel bijzonder. Ja, daar kunnen alle kanten mee op. Dit is meer van de nartigen. Is altijd goed. Ik hoor het er ook altijd. Altijd goed. En ook gezond ook nog een. Een gezonde tractatie is super. Nou, zeker. Ik heb het in mijn raad hier. Bedankt. We gaan even kijken of ik daar wel weg kan spoelen. We gaan naar het andere team. En dat is team B. En wacht even. Kun je iets heel moois gemaakt? Hoe moet ik hem opeten? Zeg het eens. Nee, die mens die hoort er niet bij. Die is niet de team captain. Dat is, nee, Bas is de team captain. En Bas staat daar. Dus ga maar naar Bas. Of Bas komt er eens bij. Ze gebruiken hem ook overal voor, hè? Sorry? Ze gebruiken hem ook overal voor, hè? Ja. Zetten ze hem hier weg en dan moet hij maar meedoen. Goed, Bas, vertel. Scheids. Wat ik hier ook zie is weer een prachtige compositie. Het is een rechte toren, dus ik kan zeggen het is geen pizza. En met allerlei kleurtjes en chocola. En ik mag gewoon chocolai. Beginnen eraan. Duik erin, zou ik zeggen. Zo. Ja, alle lagen in één keer eigenlijk, hè? Ja, anders dan krijg je niet de goede sensatie. Het lijkt wel een Big Mac. Nou. Vertel eens. Beste schijf. Nu een liedje fluiten. Nou, wacht even, dan ga ik even wegstaan eerst. Anders zit me een smoking onder. De slagroom is een beetje zuur. Maar er is nog wel juist de juiste tint tegenover het zoetige. Het enige wat ik nog mis zou misschien gewoon een keer een haringje ertussen. Hebben we er nou maaien tussen gedaan? Ja, zie ik het ook. Ja. Het hele smaakpalet komt hier werkelijk open. En er komt zo meteen nog iets meer open, maar ik denk dat ik daar even in de reclame... Doet dat ergens in de reclame, ergens anders. Want we moeten een beetje op gaan schieten. We hebben twee artiesten op het podium staan. Een heleboel eigenlijk, daar staat een hele hosclub achter. Maar wij hebben voor u Thijs van der Molen en Ad Kielegat. Jawel! Yeah! Ik zou zeggen, allemaal in de Polonaise, zet de boel maar eens op zijn kop. Dan doen wij de rest thuis. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen en NAC wordt kampioen. En dan gaat hij. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Waar is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar nacht, dat telt voor twee.
la. En dan gaat die tweede couplet. Een tikkie door het midden en een tikkie achteruit. Die lange loopt in het midden en die blaast weer op zijn fluit. Hij kan er wel naar fluiten, er is toch niks aan te doen. De bies, hij staat in vlammen en naar zeevolkampioen. Waar is die Polonaise? Yes! De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Waar is het fijn om niet te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar nacht, dat telt voor twee. En dan komt hij, hè, Breda. Breda, ik hou van jou. Iedere avond rood en morgen blauw. Breda, ik hou van jou. Eens dan wordt de hemel stralend blauw. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Waar is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar nacht, dat telt voor twee. En dan maakt hij weer Breda, ik hou van jou. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Waar is het fijn om niet te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar nacht, dat telt voor twee. Breda, nou maakt hij weer Breda, ik hou van jou. Rood en morgen dauw. Breda, ik hou van jou. Eens dan wordt de hemel stralend blauw. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Waar is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar nacht, dat telt voor twee. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Waar is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje na nacht, dat telt voor twee. La 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 la. Voor ons eigen NAC. Ja, ze zijn om in te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje na nacht, dat telt voor twee. Ja. Ondertussen is Thijs erbij gekomen, Thijs van der Molen. En Thijs, hoe gaat hij? Hij gaat voortreffelijk. En hoe gaat het met NAC? Met NAC gaat het voortreffelijk. Kijk, dat is de juiste spirit. Zo willen we het graag horen. Ad Kielegat en Thijs van der Molen. Ja, die zorgen natuurlijk voor kijkcijfers, hè, die mannen. Dus wij willen graag weten of er een beetje gekeken wordt naar Baronie TV. En dat doen we met kijk- en luisteronderzoek. Hier is Clue. 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 Daar is de Clue. Daar zijn we weer. Nou, die wiggelroede die laten we voortaan thuis, want nee, dat is niks, hè? Nee, geen succes. Dat hebben we maar net overleefd. Zeg, zullen we het beeld van deur tot deur verspreiden? Ja, dat lijkt me nou een goed idee. We bellen gewoon aan bij de mensen thuis. In de dag. Goedendag. Goedemiddag. Wij komen het beeld van Baronie TV brengen. Heeft u misschien eventjes tijd voor ons? Nee, sorry. Geen interesse. Maar... Het